President Chandrika Prasad Santokhi wijst alle pogingen af die sommigen ondernemen om etnische sentimenten aan te wakkeren. In zijn nieuwjaarsboodschap benadrukte hij dat de oude politiek niet meer past in deze tijd en hij zich daarom zal blijven inspannen voor de verbroedering van de samenleving. Die eenheid is volgens het staatshoofd van groot belang in 2023. Die verbroedering is ook van belang als we in 2023 de wettelijke afschaffing van de slavernij herdenken, namelijk 160 jaar geleden. En ook stil gaan staan bij de Hindoestaanse immigratie 150 jaar geleden. Maar ook zullen wij stilstaan bij 170 jaar Chinese immigratie. Hoe wij hier ook samenkwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Suriname is ons land. Het land waar we samen vreugde en verdriet hebben gedeeld. Wij zijn het aan onze voorouders verplicht om niet te polariseren, maar te verbinden. Sommigen denken dat ze zelf sterk zijn, maar vergeten dat we samen nog sterker zijn. Het staatshoofd roept de samenleving op om de stap die de Nederlandse regering heeft gezet om formeel excuses uit te spreken over het slavernijverleden te gebruiken om er samen sterker uit te komen. Sommigen van ons leggen nu al de focus op de financiële kant van de excuses. Dat is wat mij betreft maar één aspect. Een aspect waar we als Suriname in CARICOM-verband in zullen opereren op basis van commitments die ook voorgaande regeringen hebben gemaakt. Maar er is meer dan geld wat in deze speelt. Ik heb tijdens mijn bezoek aan Nederland in 2021 al gezegd dat onze landen een gedeeld verleden hebben en dus ook een gedeelde toekomst. Dat is nou eenmaal de werkelijkheid. En ik waardeer daarom dat de Nederlandse regering zei dat met de excuses geen punt, maar een komma is geplaatst. Laten we gezamenlijk die route na die komma invullen. Santokhi zegt dat die route die samen afgelegd moet worden, het gehele koloniale verleden overlapt. Hij is ook de mening toegedaan dat elke Surinamer zichzelf moet herkennen in dat proces.